Nou, hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. We zijn een beetje laat begonnen op deze dag. Er is al heel veel gebeurd, maar veel. We hebben met Sjoel vanmorgen gewandeld en gelongeerd. Kriebus gereden. Ik heb de cross weer gelopen, dit keer alleen met Andy. En nu is het, zoals je kan zien, tijd voor dressuur. Dus we gaan jullie opzadelen. Hoppatee. Adios. Jullie hebben net de proef van Jules gezien. Zelf ben ik heel tevreden. Ze kreeg alleen in de middendraf galopperen ze aan. Maar ik denk ook dat het iets te maken had met de bel van de buren. Want die gingen net starten. Maar dat maakt niet uit. Ze was echt wel heel fijn. Ze begint ook echt steeds meer te luisteren. De oefeningen deed ze goed. En ze heeft verder geen fouten gemaakt. Kijk, in de stappen was ze een beetje druk. En dan wil ze nog hier en daar wat kijken. Maar ja, daar heeft ze de leeftijd voor. En dat vind ik echt ook allemaal niet erg. Dus ik ben... We zijn zeker tevreden. We hebben 34-4. Nou, dat is een persoonlijk record, dus we gaan vooruit. Dat is één ding dat zeker is. En we gaan nu de crosslopen van Jules. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik ga voor de eerste keer kijken en jullie kijken gelijk mee. Spannend. We staan nu bij de start van de cross van Jules. Dat is de lange tweester. De eerste keer dat ze een lange tweester loopt. En we gaan beginnen met NS1. Jullie zien mij met een telefoon staan. Dat is niet omdat ik dat leuk vind om de hele tijd met een telefoon in te lopen. Maar daar doe ik de cross mee. Verkennen. Meten. Zo, ik zal hem even... Oh, wat gaan we nou allemaal doen? Nou, dat is, we hebben dus de Cross Country app. Daarmee maak ik van iedereen, anders maak ik een foto. En ik loop dan ook gelijk de meters. Dan hoef ik niet met een wieletje te gaan lopen om te weten hoe hard ik ga. Maar dan kan ik dat mooi via de app doen. Dus let's go, doe hinder de show. Ja, dan zie je, staat erop. Je gaat weer iets fout, wacht even. We gaan nu een foto maken van hindernis 2. Hindernis 2 is een mooie rolltop. Hindernis 3. Die wordt al een beetje hoger. Het is wel leuk als jullie mij de hele tijd op de telefoon zien kijken. Nou, dan hebben we hier mooi 4A en 4B. Klein beetje heuvel op, mooi blauw dakje. Ik denk wel een fijne uitdaging zo voor het begin van het parcours. En dan draaien we hem mooi terug de andere kant op. Veel dat echt. Zo,
zijn nu bij hindernis nummer 5. Het is weer een picknicktafel, maar wel meteen een stukje hoger. Maar je bent wel fijn ingekomen, zeg maar. Ja, de simpele hindernisjes in het begin en dan nu een hoger bakje. Nou, dan kunnen ze er lekker verder huppelen. Hindernis nummer 6. We gaan een klein beetje bergaf richting een mooie waterpartij daar. Dat is niet onze hindernis. Maar ik vind het wel een mooie omgeving hier, hoor. Ik wil wel in de bergen wonen. Dus deze moet je echt wel zorgen dat ze goed tussen de vlaggen kijken, dat ze de hindernis wel snappen. Dus dat we niet schuin willen rijden om daar de tijd te gaan halen. En echt wel een beetje die kant op rijden, want je bent daarna altijd snel genoeg om op de volgende hindernis te springen. Hier even, hindernis 12. En dan gaan wij een slangenvolt maken in het water. Ik zal hem dadelijk lopen, dus dan kunnen jullie het zien. Maar ik vind het wel een beetje een komisch verhaal. Dus we zullen... Hindernis 14 A en B. Het lijkt zo niet zo moeilijk, gewoon een bakje met een ronde bovenkant. Maar je daartussenin ga je een beetje naar beneden en omhoog. En dan kunnen ze wel een beetje op reageren. Dus opletten dat ze niet daarvan schrikken en dan zomaar langs B lopen. 14. Ah. Nou, weer een mooie stiepelhindernis, zeg je wel eens 15. Lekker doorgalopperen. Dit is een puntje 16AB. A is de stijl die je net zag, dit is B. Niet te snel binnendoor, want dan heb je al veel kans als je hier langs gaat. Er staat ook niet heel veel aanleuning. Dat vind ik dan wel weer jammer voor een 2-ster, dat mag dan nog wel. Maar ja, als je hem ver genoeg uitrijdt, goed recht houdt, dan kijken we naar een van die dikke bomen die erachter staan. Dan komen we er het midden overheen. Mooi, 17 goed bergaf. Dus goed terugzetten, anders glijden we zo op de achterbenen het gat in. Als er veel regent. We hebben nu een paar mooie stiepelhindernisjes achter elkaar. Dus we kunnen echt op het einde nog wel flink de tijd inhalen. Dat vind ik altijd wel fijn. De meeste crossen zijn zo dat je in het begin wat meer ruimte tussen de hindernissen hebt. En hier heb je juist op het einde wat meer ruimte. Dus mocht je in het begin al erachter zitten, kunnen we hier nog mooie doorgassen. We zijn al bij hindernis 18. Hindernis 19. We zijn hier bij hindernis 20A, 20B en aan de achterkant een hindernisje. Dit wordt nog volgend, dit wordt echt wel een waterbak, dus dat is wel, wel leuk op zich. En wel een fijne mooie ronde boom om in te springen. Maar ik vind het wel een mooie combinatie, mooi duidelijk en rechtdoor. Bijna bij de...
We zijn bij hindernis 22. Mooie laatste hindernis, grondlijntje ervoor. Hij moet alleen niet heel veel honger hebben, want dan wil het een worteltje. Nou ja, als je het goed doet, dan krijgen ze van mij wel een wortel hoor. Dus ik hoop dat jullie het een leuke cross vonden. Ik wel. Ik vind het niet super zwaar om eerlijk te zijn. Maar ja, wel mooi voor Jules om zo de lange tweestel lekker uit te kunnen lopen. Dus gas erop, binnen de tijd. Hallo, het is weer de volgende dag. We zijn al eventjes bezig vandaag, het is al middag. Vanmorgen even de paardjes allebei gelongeerd en rustig aangedaan. En daarna hebben we weer de cross gelopen van Jules, dus die zit nou in mijn hoofd. En ik heb er echt wel heel veel zin in om die te doen. Alleen het wil daar even een beetje haasten, want Jules moet rond 3:15 de cross in. En Quibus zijn springparcours begint om 3:00. En ik hoop dat ik van tevoren, of misschien moet het wel daarna, nog het springparcours kan lopen. En anders moet ik maar even een paar ruiters kijken. Dus tussen Jules en Quip, als ik uit de cross kom met Jules, heb ik zeg maar een uur, misschien ietsjes meer nog voordat ik met Quip echt de ring in moet. Maar ja, dat wordt toch wel redelijk krap, want het duurt altijd wel even voordat we de paarden hebben gekoeld en gewassen en gelopen en gestapt. En ja, dan moeten we de anderen natuurlijk nog opzadelen en weer helemaal klaarmaken. En dan moet ik zelf nog andere kleren aan, want ik ga natuurlijk niet met de crossbroek dan springen. Dus eventjes spannend, eventjes snel alles doen. Maar ja, ik heb er wel zin in. Eindelijk gebeurt nu het leuke werk natuurlijk. Yes. Want ze pakt ook zo'n stuk uit je. Ik ga even insmeren. Je neus insmeren. Echt niet van de zon. Nee, maar dat is niet de goede. Net iets lager. Het is wel heel goed. Kijk daar toch? Ja, want anders gaat hij binnen en het hele zwil valt aan. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Ik dacht, ik dus toch een start van zijn zak. Ja, de andere kant ook naar strak. Ja. Strootjes. Zo, ik wil eerst de strootjes eruit halen. Nou, dan gaan we ook weer een half uur verder. Blijf weer erop zitten. Ja, ik moet eerst mijn parcours lopen qua over. Als het parcours klaar is dan. Dus dan race ik eerst een beetje. Als je dan doorheen gaat, doe ik wel een spulletje doen. Ja. Dus binnen de tijd in de cross met Jules en nu hop hop, mijn Quibus, mijn hoofd is volgens mij nog steeds rood, maar let's do this.
weet ik, als ik het kan, weet ik hoe zit het. Ja, is fijn. Ik heb het als meer verhelderd. Wij zijn nu bij de start van de cross van Quibus. Een hele andere cross dan Gilles. Er loopt ook echt een helemaal andere route. Maar ja, ik vind hem zelf wel heel mooi. Maar een stukje spannender dan die van Gilles. Dus we gaan het zien. Joepie. Hindernis nummer 1. Hindernis nummer 2. Mooie bergensprong, lekker inkomen. Hop hop. Oh, dit is echt al heel erg. Oh, ja. Ja? We zijn nu bij het gesprek, we komen een klein beetje rondom het bosje. Het was. En dan gaan we hier, zoals je kunt zien, echt wel ver naar beneden en het grote veld op. Dus hier wordt zelfs best wel hard naar beneden lopen, denk ik. We zijn nu bij hindernis 4 A en B, de eerste combinatie. Op zich niet heel indrukwekkend, maar ja, je gaat toch naar beneden en dan moet je best wel stijl en omhoog rechts weer naar hindernis 4 B en witte stijl. Dus deze kun je ook niet te schuin springen, omdat je ook weer scheef landt. We zijn nu bij 5 A en B. 5 is een mooi karretje. B is echt een punt of een tafel. Daar kun je eigenlijk een beetje uit kiezen. Of 5, 6 is dit trouwens. Dat zijn twee aparte nummers. Dus je zou eventueel het volt kunnen draaien. Daar gaan we natuurlijk niet voor. Dan zou je zo 5 kunnen springen en dan zo naar 6 kunnen gaan. Dan spring je hem als een tafel. Maar wat wij gaan doen is aan deze kant springen. En dan mooi in een bochtje. Als punt springen. We zijn nu bij hindernis 7. Het is weer een mooi stiepelhaag. Hij is ook echt wel serieus breed, want ik kan eigenlijk niet aan de andere kant. Maar het is wel weer even lekker als je twee moeilijke combinaties hebt gehad. En nu gaan we door naar het eerste water. Dit is hindernis 8, een steile sprong en een beetje bergaf. Dan gaan we eerst door het water heen en dan de combinatie sprong 9 ABC. 9 ABC met heel veel zon. De A is afsprong, dan moeten we echt wel een beetje aan deze kant springen om dan mooi bij B te komen. En een klein bochtje richting C, twee smalletjes. Ja, wel een uitdagende combinatie. En dan is 10. We zijn nu bij hindernis 11 AB en A is wel serieus breed, al zeg ik het zelf. Die vind ik echt wel een beetje spannend, want je moet wel zorgen dat ze hier echt wel hoog genoeg springen. En dan moet je daarna gelijk weer een puntje. Maar dat vind ik toch wel, deze combinatie vind ik toch wel lastig. Het is wel een bochtje naar links, dat past mij iets makkelijker met Quibus. Ja, dus op 3 gelossprongen, dus zorgen dat we deze echt wel een goede afstand krijgen. Je kunt nooit te hard op rijden, want dan gaat het gewoon mis. En dan mooi 3 gelossprong en een klein bochtje naar links, dat je goed recht over B heen springt. We zijn nu bij hindernis 12. Ik kom wel van een stukje berg af, dus dat moet je opletten dat ze niet veel op de kop lopen. Maar wel weer een mooie hindernis voor een moeilijke combinatie. We zijn hier bij 13 ABC, dat is een watercombinatie. 13 A, een mooie hert, landt nog op het zand. Wel gaan de paarden denken vaak dat ze op het water landen. Daarna heb je in het midden 3 hindernissen staan, maar het is de middelste. Die staat weer net de andere kant op gedraaid. Dat wordt wel lastig, want je moet dus in het water best wel haaks omdraaien. En dan op 3 voorwaarts gelossprongen nog de hindernis C erachteraan. Dus dit is wel serieus stuurwerk, zeg maar. Je hebt ook zo'n We zijn hier wel bij een serieus moeilijke combinatie, 15 ABC. De eerste is vrij smal en je springt dan een beetje in een dalletje daar. Dus deze wel zorgen dat hier wel wat verzameld, maar zeker niet te langzaam gaat. Maar ze moeten wel nog steeds omhoog springen. Dan daar een mooi bochtje maken en rustig die bocht nemen, dat je goed ziet waar je naartoe rijdt voor de punt. Die kijken we daar even van dichtbij. En dan op 3 gelossprongen nog naar de boom, dat is niet zo'n probleem. Maar het is voornamelijk hier een goede bocht maken, dat ze echt duidelijk bij de punt komen. En of je nou 5 of 6 gelossprongen maakt, is ook niet zo erg. Het is eigenlijk meer echt op je oog vertrouwen en kijken dat je de goede afstand kunt rijden daar. Dus we gaan hem even van dichtbij kijken. 122 meter, it's definitely not too long. We zijn nu bij hindernis 16, op zich niet zo'n moeilijke hindernis. Maar je moet daarna best wel een kort bochtje maken voor 17. Wel is het belangrijk dat we natuurlijk 17 altijd springen, dus zeker niet te schuin aanrijden. En fence number 17. En nu bij hindernis 18, dus
laatste tafel eigenlijk voor het laatste water. Wel weer een serieus brede sprong en je komt van een bochtje, dus je moet wel zorgen ook weer dat we hier goed recht zijn. En dan gaan we naar beneden naar het water. We zijn nu bij hinder, dus 19ABC. Dat is de laatste moeilijke combinatie. 19A staat eigenlijk net gedraaid, terwijl je links af moet, dus dat is wel iets lastig. Dan heb je de keuze om een links of rechts opsprong te pakken. Ik denk dat we hem rechts pakken, want dan heb je net iets meer ruimte in het water. En dan nog 3 galopsprongen omhoog, de hecht erachteraan. Hindernis 20, de ene laatste hindernis. Mooie lichte brede tafel, daar springen ze altijd nog wel een beetje van omhoog. Dus dat is wel mooi. Ben je al aan het filmen? Ja. Oh. We zijn nu bij de laatste hindernis. Die is niet zo indrukwekkend. Wel een mooie voet eraan. Eigenlijk een redelijk veilige hindernis om het laatste nog te rijden. En dan hebben we daar de finish. Gewoon Imagado Oost en Gaas eraf, hè? Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke cross vonden. Ik vind het wel. Ik vind hem ook wel weer leerzaam op veel dingen. Het is niet zo moeilijk als vorig jaar. Vorig jaar was het echt nog eens zo zwaar. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds een beetje het begin van het seizoen. Nou ja, zolang het seizoen nog is. Maar ja, de natuur is gewoon super mooi. Mooie heuvels. Ik heb er zin in. Op naar morgen. Nou, goedemorgen allemaal. Het is zondag nog voor 7 uur. En we hebben alweer keuring. Ik heb... Jules al gereden vanmorgen eventjes, gewoon een beetje voor de spierpijn eruit te rijden, dat ze lekker soepel door de keuring loopt dadelijk. We zijn er nu nog even netjes aan maken en dan eventjes nog wat rondstappen en dan een keer op en neer draven. Dus het was lekker vroeg vanmorgen. Dus, kijk, Jullie is er klaar voor. Imagine that taxi passed. Pour l'instant, la première passe ex-équo avec Karine, toutes deux sur le même score. Et les filles de France sont pour le moment. Laura Ongeveld, imagine that. 34.4, c'est la 24e place du classement provisoire.
s'agit d'une victoire française dans cette Coupe des Nations internationales. En même temps que vous êtes en train de les applaudir, les amis, je vous demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous lever et peut-être pour certains même, pourquoi pas, chanter l'hymne national de la France. Nou, we zijn weer thuis. Het was een beetje een grote heisa toen de paarden thuis kwamen, maar gelukkig is alles in orde. Ik ben heel trots op hoe de paardjes het deden dit weekend. Het is niet het resultaat waar ik op gehoopt had, maar toch wel echt weer tevreden. Voor Jules was de eerste keer dat ze natuurlijk aan een lange tweester liep, dus dat is best wel zwaar. En dan in de heuvels. Ze liep wel echt super binnen de tijd in de cross, maar met springen merkten we toch wel dat ze iets moe was en daardoor kreeg ze dan 3 foutjes. Ja, dat vind ik van de ene kant jammer, want ze stond er wel redelijk goed voor, maar van de andere kant denk ik, ja, het is wel zo dat het paard de eerste keer dit niveau deed en ik hoop wel dat ze de vorige keer iets beter gaat doen. We gaan natuurlijk nog harder trainen dat ze een stuk sterker is. De focus moet nog beter in veel dingen. Dus ook met de dressuur en zo. Dat ze echt weet dat ik de baas ben en niet dat zij all over the place hoeft te zijn. Daarentegen was Piepje eigenlijk ook wel fijn. De dressuur was een beetje mijn schuld. Ik kreeg net ietsjes te flauw, ietsjes te simpel en had allemaal preciezer gemogen. Het springen 2 foutjes ook echt door de ruiter. Ik denk, ja, die fouten maak ik normaal niet. En nu dus wel. Want het was echt van alles even gaande in mijn hoofd. Maar ja, hoort er ook bij. Het is topsport. En daar moeten we ook mee door. En de cross van Kupje was echt weer als van oud. Zij voelde echt super fijn. Wel heb ik hier en daar nog even getest of ik iets meer rem had dan wat ik normaal had. Want hij kan echt wel heel fel zijn. Echt heel sterk zijn. Dat ik denk, oh jongen, doe nou eens even rustig. Maar ik heb nu wel de juiste optoming voor hem met deze neusriem. En dit bit in combinatie is hij echt wel heel fijn te rijden. Dus ik hoop dat de volgende keer weer een stukje sneller kan. En wel echt met het team nog zilver gehaald in de Nation Cup. Is wel echt super cool hoor. Om daar nog even op het podium te staan en zo. Het is natuurlijk wel jammer dat we dat moeten doen met een mondkapje. Maar ja, zo is het helaas nu met de corona. En ik hoop gewoon dat we er allemaal weer goed vanaf komen. We gaan ons nu weer klaarmaken voor de volgende reis. En dat is Stregom in Polen. Weer een Nations Cup. Ik weet alleen nog niet of ik in het team zit. Dat hoor ik daar wel. Ik hoop dat Kupje er weer zin in heeft. En we gaan zeker beter ons best doen dan deze wedstrijd. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Laat een reactie onder. En vergeet ook niet te abonneren, want ik vind het wel leuk om dit voor jullie te doen. Het is nog vrij moeilijk om het elke keer eraan te denken dat de camera mee moet. Maar ik vind het leuk om de reacties van jullie te krijgen en dat jullie het ook wel graag willen zien. Dus bedankt en ga door met liken.